Goedenavond allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live-uitzending. De vrijdagavond weekend is weer begonnen voor velen. En voor sommigen misschien al wel lekker een vakantieperiode. Vanavond een nieuwe live en vanavond gaan we ook lekker met het zomerse thema aan de slag. We hebben natuurlijk in onze Hobby Vision groep een zomerchallenge en daar ga ik vanavond een creatie weer voor maken. Was eigenlijk mijn bedoeling om deze challenge mee te doen en ja, ik kom er eigenlijk anders niet helemaal aan toe. En ik dacht, weet je wat, ik ga hem weer een keer in de live doen. De vorige keer had ik hem natuurlijk in de JMA groep live gedaan. Nou, het thema van deze week is Under the Sea. En aangezien de JMA collectie geen Under the Sea heeft, dacht ik van, nou weet je, dan gaan we hem vanavond in de Hobby Vision groep doen. Ik heb vanavond de live van Sabine even overgenomen, want zij kon vanavond helaas toch niet. Dus vandaar dat ik er nu ben. Hoogstwaarschijnlijk ben ik er morgenmiddag ook weer. Maar kan ook zijn dat Sabine dan mijn live overneemt. Dus dat gaan jullie nog eventjes merken. Nou, wat ga ik vanavond doen? Ik ga dus weer met de zomerchallenge aan de slag. We zijn nu al met week 2 bezig. Vorige week was het Put It in a Pocket. Deze week is het Under the Sea. En morgen krijgen jullie alweer het nieuwe thema. En ja, ik ga hem nu natuurlijk nog niet verklappen. Woensdagavond gaat Tietz in ieder geval ook met dat thema iets leuks maken. En zelf hoop ik ook met dat thema wel iets te gaan maken. Maar dat horen jullie dus volgende week. Ik ga aan de slag met deze Memory Dex mal. En dat is de JMA-NA-CD20. Die komt uit de New Awakening. En dat is, op is op en weg is pech. Want die is niet meer leverbaar bij de andere winkels. Even kijken. Ik heb zelf weer een vastloper op mijn iPad. Ik zie op mijn telefoon dat ik gewoon netjes doorloop, alleen op mijn iPad niet. Dus ik moet even Facebook weer opnieuw opstarten. Het is wel fijn als ik zelf kan zien wat ik aan het doen ben. Het papier waar ik mee ga werken, dat is de Seaside Greetings van Craft O'Clock. Ik bladerde even snel doorheen. Het is echt ontzettend mooi papier. Kijk eens. Dit is toch gewoon een gave collectie. Dit weekend hebben wij eventjes een actie. Ik ben nu natuurlijk met dit zomerse papier bezig. En jullie krijgen wel eens in de webwinkel, als jullie iets bestellen, van die leuke strookjes. Nou, dit weekend krijg je uit deze Seaside Greetings collectie, krijg je deze 3 strookjes. Aan de achterkant zit ook nog weer mooi papier. En je krijgt ze allemaal 2 keer. Dus in totaal krijg je 6 strookjes. Dat is geldig bij orders die vanaf vanavond geplaatst worden tot en met in principe zondagavond. Hierbij geldt wel zolang de voorraad strekt en op is op. En hier zijn ook weer hele leuke dingen wel mee te doen. Je kan er ook ATC'tjes van maken. Dus je krijgt dus 6 van deze strookjes. Nou, wat ga ik vanavond doen? Ik ga dus weer 2 Memory Dex kaartjes maken. Ik vind het altijd leuk om aan mijn spinner kaartjes zowel aan de boven- als aan de onderkant te gaan hangen. En ik heb mijn kaartjes, ja eigenlijk zonde dat ik deze kant niet gebruikt heb. Maar ik wilde dit roze papier mooi als een matlaagje gaan gebruiken.
En dat ga ik bij beide strookjes doen. En dit ga ik gewoon alvast even opplakken. Ik ga dit papier even opruimen. Even mijn paperdistresser erbij. Want ik wil die randjes nog wel een beetje ruw maken. Gewoon een beetje lichtjes. Klein beetje inscheuren. Ik weet niet in hoeverre we dat straks nog gaan zien, maar dat zien we weer. Ja, ze was weer zo verrast. Ik weet niet waar het precies over gaat. Voor het zeethema vind ik dat witte altijd ook wel leuk. Het zeethema blijft gewoon altijd een favoriet thema van mij. Ik vind dat zo leuk. Daar kan je zoveel dingen op kwijt. Ik heb toch gewoon veel te veel leuk zeepapier. Maar ja, goed. Dan kunnen we voorlopig ook nog lekker aan de slag, toch? Voordat ik al mijn zeepapier op heb, dan mag het wel 100 worden. En dan heb ik het nu alleen nog maar over zeepapier. En dan heb ik nog, ik weet niet hoeveel ander papier ook nog liggen. Dus ik mag gewoon minstens 500 worden. Maar ja, goed. Aangezien dat niet gaat lukken, moeten we maar gewoon af en toe even iets meer doorwerken. Meer papier op één creatie doen. Of gewoon vaker wat weggeven. Dat kan ook nog. Als het niet helemaal doorloopt met de live, moet je er even een keer helemaal uitgaan en er opnieuw ingaan. Want ik had het net zelf ook dat ik stilstaand beeld had. Maar nu ik er weer in ben gegaan, nu gaat het wel goed. Dus probeer dat eventjes. Nou, dit papier is ook een lijn van vorig jaar. Maar toen had ik er ook nog niet zo heel veel mee gedaan. En hij blijft gewoon prachtig. Ik zag wel toen ik dit papier er weer bij pakte, dat ik nog twee halve creaties er ook nog mee heb liggen. Daar was ik vorig jaar aan begonnen, maar die liggen nog steeds half klaar. Dus wie weet maken we die ook maar eens een keer af. Het schutmateriaal ligt er al bij en shaker blister ligt er al bij. Dutch doobedoemal was al geknipt. Maar ja, goed. Dan ben je soms ergens mee bezig en dan, ja, dan komt het volgende alweer en dan blijft het gewoon ook liggen. Nou, Under the Sea. Daar hoort natuurlijk echt wel een beetje dat zeespul bij. Ik heb dus een beetje dat blauwe houtstructuurtje gepakt. En hier zitten dan van die leuke zeediertjes op het zeepaardje. Een beetje de achtergrondjes. Nou, ook dat even weer met onze paperdistresser. En een beetje gesso erop. Ben benieuwd, hebben jullie allemaal al de creatie voor week 2 klaar dan van deze zomerchallenge? Voor degene die meedoen tenminste. Misschien doen jullie wel helemaal niet mee. Je kunt dit natuurlijk ook gewoon voor jezelf maken. En dezelfde opbouw als wat ik nu doe, kun je natuurlijk ook op een gewone kaart doen. Dat is maar net wat jij zelf leuk vindt. Wij zouden het natuurlijk wel super leuk vinden als jullie allemaal massaal meedoen. Ons team is in ieder geval ook wel heel druk ermee bezig geweest om voorbeeld te maken. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Staat meer dan voldoende inspiratie in de groep. Dus kijk daar gewoon even gezellig naar. Steeds zwart beeld tussendoor. Dan misschien ook eventjes opnieuw opstarten en kijken of het dan beter gaat.
Ja, af en toe is het met de lives gewoon echt een beetje lastig. Dan is Facebook gewoon echt aan het stoeien van dat hij ons een beetje in de steek laat. Nou ja, dit eerste gedeelte is al superleuk. Oh, ik heb weer eventjes een vastlopen qua beeld, dus ik moet er ook weer eventjes uit. Geen idee waar dat aan ligt. Misschien door de laatste update van Facebook of zo. Ik zie wel even kijken. Ja, mijn beeld op telefoon gaat wel door, alleen op de iPad niet. Nou. Dat is ook weer heel erg fijn. Ik heb mijzelf weer gevonden. Nou, maar eerst even een bakje koffie. Ja, Facebook is een beetje aan het knoeien. Nee, volgens mij hang ik niet vast. Ik zie mijzelf nog wel. Op de telefoon loopt echt wat door, maar dan is het op de iPad of de tablet of de computer dat die vastloopt. En ik weet niet waar het aan ligt. Maar Facebook is me niet helemaal goed gezind vanavond. Nou, Under the Sea. Daar hoort natuurlijk ook wel wat water bij. Zeebubbels. En ik zat nog te denken, welke ga ik doen? De grote of de kleine? Of ik ga ze zo boven elkaar doen. Dan is het papier wel zo goed als weg. Nee, we gaan alleen dat kleintje pakken. Ik heb hiervoor de standsmal van Marianne Design. Kijk, en jullie hebben hem natuurlijk afgelopen week bij de Showtime al wel gezien. Ik heb nu die handige, dat magneetbord van Crafters Companion. En daar heb ik dus de standsmalletjes op gedaan waar ik vanavond dus ook mee bezig ben. Dus dan kan ik ze er zo weer bij pakken. En dan raakte ik ze ook eventjes niet kwijt. Dit is de Seafoam van Marianne Design. Die ga ik nog eventjes voor jullie linken. Want ik weet nog niet helemaal precies wat ik allemaal ga gebruiken. Meer informatie over de challenge. We zullen dat bericht nog eventjes weer gaan updaten in de groep. Eventjes weer een beetje bovenaan zetten. Zodat jullie die informatie nog even kunnen lezen. Elke week maak je dus een Memory Decks kaartje naar aanleiding van een speciaal thema. Deze week is het Under the Sea. Vorige week was het Put It in a Pocket. De bedoeling is dus dat je een Memory Decks kaartje maakt met dat thema. Je plaatst hem in het goede album. Je hebt een. Even kijken, hoe lang was het? Tot en met 3 september de tijd om mee te doen met deze challenge. Dan moeten de creaties in de groep staan. Dus als je iets achterloopt, kun je altijd nog weer inhaalslag even doen. Maar ja, kijk, je zit natuurlijk ook met vakantie. Er zijn al mensen die op vakantie zijn of die binnenkort gaan. Kijk, en dan heb je natuurlijk niet alles voor dat thema bij je, omdat je niet weet welke thema's het worden. En daarom kan je ook gewoon later alsnog de dingetjes. Ja, hoe zal ik het zeggen? Je hebt tot en met 3 september de tijd. Ik denk dat ik deze bubbels gewoon hier omhoog laat gaan en dan gewoon een beetje uit laat springen. Die bubbels die zijn van Marianne Design. Die ga ik ook nog even linken. Die plak ik alleen even met een klein stukje daar vast. Deze ga ik hier vastplakken. En die heb ik dus gewoon een beetje bijgeknipt, zodat hij daar eigenlijk precies over het designpapier heen gaat. Nou, die bubbels die zijn wel weer ontzettend leuk.
zo vervelend als elke keer dat beeld weg is. Dan krijg ik namelijk ook geen reacties van jullie meer te zien. Nou ja, we moeten maar gewoon af en toe even weer opnieuw in de groep de live opzoeken. Ik kan er niks aan doen. Wat heb ik nog meer? Ik heb onder andere een hele toffe zeemeeuw nog. Ik heb nog allerlei zeewier uitgestanst. Voor dat zeewier heb ik wat stansjes gebruikt van Creative Craft Lab. En van Studio Light uit de Sea Stories collectie. Ik heb een heel klein ankertje van de Creative Craft Lab collectie. En een klein schelpje. Dat zijn die. Nou, daar gaan we even kijken van hoe we dat allemaal een beetje op gaan bouwen. Ook op dat zeewier mag nog wat wit. Tussen dat zeewier doen we straks misschien nog even wat visjes of wat schelpen. En daar kunnen nog weer van die leuke dauwdruppeltjes straks op. Ik heb nog een paar echte schelpjes liggen. Wat dat betreft is er genoeg leuks te vinden in dit thema. Ik heb ook nog een grote anker. Ik heb nog een zeepaardje. Ik denk dat ik dat zeepaardje daar tussen het zeewier ga zetten. Kijk, want hier zit hij ook al een beetje. En bij deze ga ik het zeewier er gewoon een beetje achter stoppen. Ik heb gewoon zeewier van allerlei verschillende merken eigenlijk een beetje gepakt. Ik denk dat vind ik wel net zo leuk. Nou, wat schelpjes. Ik ga ze eerst gewoon even allemaal voorzien van wat gesso. En dan kijk ik zo even welke ik allemaal precies op ga plakken en hoe. Wordt in ieder geval wel lekker veel under the sea. Er is van alles te vinden onder de zee. Heel veel schelpjes. Deze schelpjes, die heb ik bijvoorbeeld weer geknipt uit dit strookje papier. Dus daar kun je natuurlijk ook nog wat elementjes uit gaan knippen. Nou, die strookjes die kreeg je dus dit weekend bij je bestelling. Hier komt gewoon aardig wat zeewier op, want ik vond dat groene vond ik dan wel weer leuk uitkomen bij het designpapier. Die mag daar nog wel, dat kan daar zo meteen nog een leuk touwtje aan. Daar komt nog een mooie schelp. Nou, dat wordt al een volle bak vanavond. Even kijken, hier heb ik ook nog een leuk schelpje. Die kan daar straks weer voor. Dan wilde ik ook eigenlijk nog iets van een tekst erop. Nou, die past er straks al bijna niet meer bij op. Hier had ik dat leuke kleine ankertje nog, maar dat past al bijna niet meer. Oh oh, we have too much. Want ik had ook nog die echte schelpjes, zei ik. Oh, we hadden nog wat echte schelpjes.
Die mag er dan nog bij op. En die mag er nog bij op. Dan ga ik deze hier in het midden, denk ik, doen. Nee, vind ik toch op dat blauwe nog wel net zo leuk. En dan moet er nog een tekst op. En daar kwam een touwtje aan. Ik ga even een touwtje zoeken. Er kan wel een beetje wit of cremig aan. Gaan we even met onze kroppendal een gaatje in maken. Ja, ik had natuurlijk ook nog een jute touwtje eraan kunnen doen. Ja, had gekund, maar doen we niet. Gaan straks. Oh, ik weet denk ik al wel waar ik zometeen de tekst mee ga maken. Dat past er ook nog wel. Volgens mij, als we zo doorgaan, dan zijn we vanavond gewoon snel klaar. Ja, weet je, een memory dex hoeft ook niet altijd heel erg uitgebreid te zijn. Hè? En we gaan nu ook eens eerst even ons lijmpistool aanslingeren. Ja, voordat we straks alles echt helemaal vastgeplakt hebben, dan ben je ook zo weer een tijdje verder. Dan denk je altijd van, oh, ik ben al heel ver met mijn creatie. En dan denk je qua tijd van, ik heb nog heel veel tijd over. Nou, uiteindelijk kom je dan met een uurtje toch wel weer zo goed als uit. Maar we gaan het zien vanavond. Zo, slokje drinken. Ik moest eventjes wat medicatie nemen. Moet ook op uren tijd. Ik denk dat we deze gewoon zo vast gaan plakken. En dan steek ik deze daar een beetje achter. Of ik doe deze er helemaal achter. Dat is ook wel leuk. Dan kunnen we hiervoor zo'n schelpje gaan doen. Dat gaan we doen. Nou, weet je, niemand ziet het, hè? We gaan hem gewoon een klein beetje kort wieken. Het is nu mankenelis geworden. Ik plak hem gewoon met ons lijmpistooltje even vast. Sst, niemand heeft wat gezien. Ik ga daar even een stukje foamtape achter doen, zodat hij ietsjes omhoog komt. Oh, dit thema kun je wel zoveel leuke dingen op kwijt, hè? In eerste instantie had ik er ook nog een ticket bij op willen doen. En nog veel meer. Maar ja, Memory Dex is klein. En dan moet je ook ietsjes kleiner denken. Is wel heel moeilijk voor mij. Maar het moet. Het is heel goed dat jullie even de andere kant op keken. Niemand heeft wat gezien. Zo, dan plakken we die vast. Aan de andere kant kwam ook weer dat leuke zeewier.
Nou, zoals ik net al zei, ik weet dus nog niet zeker of ik morgen live ben of dat er morgen iemand mij vervangt. Dat horen jullie nog eventjes. Maar als ik morgen wel live ga, wat zouden jullie dan leuk vinden? Want ik ben nog een klein beetje in keuzestress. Ik weet ook nog absoluut niet wat ik dan, als ik live ga, wat ik dan zou gaan doen. Dus als jullie een voorkeur hebben, wie weet dat ik dat dan wel ga doen. Maar goed, eerst zien hoe ik morgen mijn bed uitkom, wat haalbaar is. Ja, aan de ene kant heb ik wel zin in kerst, maar ik weet niet of jullie ook al in de kerstmood zijn. Of dat jullie zeggen van, nou Janine, je hebt afgelopen week al genoeg kerst gedaan, doe maar een keer wat anders. Nou, een paar echte schelpjes erop. Oh, dit wordt wel weer ontzettend leuk. Al zeg ik het zelf. Even kijken. Voor dit stukje had ik ook nog wat schelpjes. Halloween. Oh nee, dat is aan mij niet echt besteed. Dat is niet helemaal mijn ding. Ik heb trouwens ook nog wel heel tof papier van Graphic 45 voor de herfst. Ja, in eerste instantie wilde ik eigenlijk morgen live gaan met het nieuwe van David Rodenburg. Met die kerstcollectie, maar ik ga dat denk ik niet allemaal redden qua voorbereiding. Want ik ben nog druk en ergens ook een klein beetje een soort buikgriepje wat enorm heerst. En ergens heb ik ook wel een keer weer zin om gewoon even lekker een keer een dagje niks te doen. Projecten af te maken. Want ik heb nog heel veel liggen wat ik nog eigenlijk half afgemaakt heb. En dan kan ik jullie het eindresultaat niet laten zien. En dat vind ik dan soms ook wel weer jammer. Ja goed. Ik klaag niet. Het komt vanzelf wel een keer af. Ja, er zijn een aantal collega's die nu vakantie hebben. En wat collega's die weg zijn gegaan. En dan moet je gewoon even wat andere taken erbij overnemen. En dan is het soms gewoon eventjes dat je niet overal aan toe komt. En dan maakt niks uit. Maar dan is het soms even dat je moet puzzelen qua tijd van hoe ga je alles weer managen. Maar ik dacht vanavond van, ach weet je, we gaan gewoon lekker even de kop leegmaken. Nog even lekker een herfst of een zeecreatie. Want ja, nu komen natuurlijk al die andere thema's komen er ook weer aan. En dan blijven de zeecreaties natuurlijk weer liggen. En dat is jammer. Want dat is wel mijn favoriete thema. Projecten afmaken. Dat is op zich aan de ene kant wel een idee. Maar dan moet ik zoveel verschillende spulletjes klaarleggen. Dat ik gewoon, daar heb ik de ruimte niet voor. Het zijn allemaal verschillende projecten, zeg maar. En dan heb je en dit nodig en dat nodig. En ja, dat schiet dan voor mij vaak niet op. Maar ik kan eventueel, mocht ik niet wat voorbereid krijgen en die andere persoon die kan niet live, dan kan het ook nog wel zijn dat ik gewoon aan de keukentafel ga zitten kleuren. Want daar heb ik ook wel een keer ontzettend veel zin in. Dus er zal morgen sowieso om 3 uur wel een live zijn. Maar wie, wat, hoe, waar, dat is nog gewoon op het moment niet bekend.
ja, weet je, er is gewoon zoveel leuks aan nieuwe spulletjes. En dan wil je ook eigenlijk alles wel gelijk uitproberen en gelijk wat mee maken. En ja, dat moet je ook gewoon leren loslaten om dat niet gelijk te willen doen. Nou, in principe zijn ze klaar op een tekstje na. Even kijken, nu zit ik heel even te denken. Die is wel heel erg groot. Ik ga er deze toch nog opzetten. Ik was net aan het nog iets aan het zoeken. En toen zag ik in één keer dit leuke houtje weer. Wij hadden een tijd terug, hadden wij heel veel van die houten ornamentjes. En die zijn toch zo leuk. En die past hier natuurlijk ook ontzettend leuk achter. Er hoeft niet eens per se een tekst op. Misschien dat ik met hele mini lettertjes nog iets van beach erop kan zetten. Maar daar gaan we nog eens even naar kijken. Nou, ik heb nog meer van die leuke houtjes. Maar die gaan niet op deze creatie komen. Ik wilde nog een tekst, had ik gezegd. Een tekst. Wat voor... Ja, spetteren, daar komt ook zo nog iets. Dat moeten we niet vergeten, hè? Dat kan niet. Even kijken, heel misschien. Nee, dat gaat van deze niet lukken. Dat moet toch op een andere creatie. Ik heb hier nog wel een tekstsetje. En daar zal vast wel een leuke tekst in zitten. Under the Sea. Nou. Waar gaan we Under the Sea plakken? Nou, weet je, Under the Sea kan natuurlijk hier wel heel mooi over dat stukje. Ik weet eerlijk gezegd niet of wij deze nog op voorraad hebben, deze stickertjes. Maar ik zal dan, als ze er nog zijn, dan zal ik ze straks even gaan linken. Die komen uit het stickerboek van de Vintage Seas. En... even kijken of we dan op die bovenste misschien ook nog een leuk stickertje kunnen vinden. Dit is de onderste, sorry. Dan doen we hier de Best of Times. Kijk, daar komt dat rode weer mooi terug. Dat vind ik helemaal leuk. Nou, gaan we natuurlijk eventjes nog een klein beetje met onze witte pen erlangs. Gaan we bij die ook doen. Op ons zeewier komen nog een klein beetje witte streepjes. Daar komt nog een beetje wit. Dan gingen wij nog even spetteren. Waar is mijn witte Posca? Kijk,
een beetje wit spetteren. Altijd leuk. Weet je wat ik doe? Ik zag dat ik nog heel veel van die houten ornamentjes had. Ook van de kerst. En die kan ik natuurlijk echt niet allemaal meer zelf gebruiken. Wat ik ga doen is... ga ik dat eerst op de foto zetten en dan verloten? Of zal ik het nu gewoon spontaan... weet je, als jullie nou eens... want dan worden het dingetjes voor de kerst. Ga ik een leuk zakje even maken. En als jullie nou typen nadat ik start heb gedaan... En jullie typen dan houten ornamentjes. Dan weet ik dat jullie die houten ornamentjes leuk vinden. En dat jullie ze wel graag willen winnen. Het makkelijkste voor ons zou zijn om ze mee te sturen met je eerstvolgende bestelling. Bestel je nooit wat, laat het ook eventjes weten. Dan krijg je ze ook wel gewoon opgestuurd. Welk merk? Waar hebben jullie het over? Ik doe nu nog een klein beetje. Nou, hij zit een klein beetje verstopt. Dat was niet de bedoeling. Nou, luisteren. Dat vind ik altijd zo vervelend van die spuitjes. Hè. Die zijn zo snel weer dat ze dicht zitten van de 3D-kit. Maar hij moet gewoon open. Want ik heb een beetje kit nodig. Ik ga straks na de live even iemand uitkiezen. Want... ik kan dat nu tijdens de live wel doen. Maar de reacties lopen niet helemaal door. En dat vind ik niet helemaal eerlijk. Dus ik kies straks iemand uit. En weet je, ik maak er gewoon twee zakjes van. Dus ik ga twee mensen blij maken met wat leuke houten ornamentjes. En dat wordt dan volgende week even een keer opgestuurd. Dan mag je een... als je gewonnen hebt, een e-mail sturen naar de winkel. En dan komt het jouw kant op. Wat heb ik nu gedaan? Ik heb nog een klein beetje 3D-kit heb ik hier opgestrooid. Want ik heb van dat hele leuke zand van Marianne Design. Dat is het shakerzand. En het is natuurlijk wel heel leuk om een beetje zand op onze creatie te doen. Kijk, zie je? En in dat 3D-kit, daar kun je het mooi een beetje induwen. Dan droogt dat vanzelf wel op. Kijk eens hoe leuk dat is. Dus we hebben nu echt zand bij de schelpjes. Ook bij deze een beetje zand. Dan ga ik nog een paar druppeltjes maken met de gloss van Studio Light. De 3D gloss. Kijk, ze hebben toch een leuk zand. Hier mag nog net iets meer zand. Iets een breder laagje bij deze ook. Nou, ik heb dat zand even in een klein buisje gedaan. Dat vond ik iets makkelijker, want het zit in een zakje normaal gesproken. En zo'n buisje vind ik toch wel net iets makkelijker strooien. Nou, restant kan gewoon weer terug het bakje in. Dit zijn van die glitter shakers. Volgens mij hebben die ook nog wel in de winkel. Als we die nog hebben, dan zal ik die straks ook nog even gaan linken.
Ik word nog druk met alles linken. Ik gebruik weer veel te veel. Veel te gevaarlijk allemaal. De 3D-klos. Dat is deze 3D Glossy Effect. Daarmee kan je van die leuke druppels maken. Nou, die druppels vind ik altijd wel leuk om een beetje zo op ons zeewier ook te doen. Daar een druppeltje. Op het schelpje zit nog wat. Nou, dit ziet er nu nog wit uit, maar dit droogt straks natuurlijk transparant op. Krijg je hartstikke leuke pareltjes. Die doen we gewoon her en der. Ook op deze nog even. Nou, daar heb ik straks week 2 van de zomerchallenge ook weer mooi klaar. Week 1 had ik natuurlijk vorige week al gemaakt. Nou, week 3 gaat ook zeker wel, want dat thema vind ik ook ontzettend leuk. Maar die komt er morgen op. Ik verklap nog niks. Nou, ik zal mijn kaartjes even dicht in beeld laten zien. Ik ga ondertussen eventjes drukken op stop. Want dan kan ik straks de winnaar kiezen van de houten ornamentjes. Nou, dit is mijn Under the Sea creatie geworden voor de zomerchallenge. Under the Sea Best of Times. Nou, ik ben er helemaal blij mee. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden, dat jullie het ook een, dat het jullie kon inspireren, ook om mee te gaan doen. Ik wil jullie allemaal weer heel hartelijk bedanken voor het meekijken. Nou, misschien tot morgenavond dan. En anders zie ik jullie volgende week. Of zie, hoor ik jullie volgende week weer in de live uitzending. Mochten jullie niks anders horen, ben ik er morgenmiddag. Waarmee is een surprise. Mochten jullie dit weekend bestellen, dan krijgen jullie dus ook 6 van die leuke kaartjes meegestuurd. Kun je ook weer leuke creaties meemaken. Ook voor boekenleggers, kleine kaartjes. Je zou hier alleen een randmalletje achter kunnen doen. Tekst erop en je hebt al een superleuke creatie klaar. Of een labeltje ervan maken. Net wat je zelf leuk vindt. In ieder geval, voor nu wil ik jullie weer heel hartelijk bedanken voor het meekijken. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!